dat je groot bent. Ik zat te denken van, hoe gaan de jonge visjes, zeg. Je kunt het zo proberen, als je je hand zo ertussen doet, zo voel ik niks. Nee, een beetje... En als je hem draait, zeg maar, je maakt jezelf groter. Ja, dan voel je heel veel. Ja. Dus daarmee is het al een beetje selectief. Welke vissen worden gestimuleerd. Je net blijft veel schoner. En daarmee ontsnapt ook die kleine vis dan beter. Wie bedenkt er nou zoiets? Het is al heel vroeger bedacht. Maar 30 jaar geleden, 40, toen was het al bedacht. Maar toen was het nog niet mogelijk om dat uit te voeren. Toen werd het verboden. En later is het weer opgepakt, experimenteel. Door de overheid, om het ook weer te proberen. Ja, ja. En toen de gasolie heel duur werd, zeg maar, de brandstof heel duur. Toen werd het ineens heel interessant voor allerlei mensen. Ja, ook hier op gezet, ik ga ook op de plank zitten. Die duim, we hebben hier bovenop, op de neus. En dan pakken we met die andere hand, pak je de slangbek. Die helpt, kijk, die duim komt zo dicht. En dan kan er geen lucht bij komen. En dan pak je die slang en die trechter. En dan pak je een tweede persoon. Dan pak je het ORS, dat is het eten van de zeon. Dan kiep dat dan zo in, dat doen we zo. En dan zeg je, ja, dat loopt erin. Dus, dan kan jij, dan kan je hem open zetten. Zet maar, laat maar los, maar je moet wel vasthouden. Heel vast blijven dat hij wel in die bek gaat. En dan kan je dus gewoon blijven geven. En zo 10 uur ga je dus gewoon zelf voeren. Ik en mijn vader. Dat is leuk, hè? Ja, dat is geweldig. Dat doet de jeugd van tegenwoordig niet meer, hè? Heb je zelf aangeleerd? Nee, mijn vader heeft me aangeleerd. En wie is dat? Mijn vader heeft het aangeleerd. Ton Redert. Okay. Ja, goed. Jullie moeten alles in goede banen leiden? Ja, wij leiden alles in goede banen. Ja, maar de mensen doen hoor, want het is prachtig mooi weer. De mensen zijn allemaal heel lief en vriendelijk en daar houden we van. Je hoort het, hè? Toch? Ja, zo is het. Jullie varen voorop, hè? Ik hoor dat wij voorop varen, ja, ja, ja. Dus ik weet niet waar jullie zullen eindigen. Het kan zijn aan de Parkhaven in Rotterdam, maar dat moeten we even kijken. Hou je roer recht. Ja, zo is het. Voor toeristen. Laat ik je even zien, wij geven tasjes weg. Oh, leuk. Met een Z-kart. Ja. En zoals je kunt zien, een beetje belangstelling. Weer zo, een kaartje van de eiland. Komt hier vaker? Komt hier vaker? Nee, voor de eerste keer. Oh, echt? Voor mij komt het dan. Heel uit Rotterdam, oké. Okay. Ja, dat is allemaal goed aan te rijden natuurlijk. Ja, zo wel. Dus, mijn naam is Jan Huytema, ik ben Europarlementariër voor de VVD. En ik ben hier in Stellendam om met eigen ogen te kijken hoe ver de Nederlandse visserijsector is, met welke innovaties ze bezig zijn. En ook om mensen te laten zien hoe toonaangevend de Nederlandse visserijsector is in Europa, maar ook zeker in de rest van de wereld. En het verbaast me echt, en ik vind dat we daar veel meer druk op moeten zetten, dat Nederlandse innovaties ook doorgang kunnen krijgen. En heel vaak zie je nog dat Brusselse wet en regelgeving deze innovaties belemmert. Denk maar aan de Pulskor. En ik vind het, zou het zonde vinden als we die stap naar voren, die innovaties niet kunnen maken door stomzinnige wet en regelgeving uit Brussel. Ja,
we zijn voor de leg van Halm, precies voor de uitmonding. Oké, okay, je moet nog wat draaien. Ja, daar ben we nog niet. Oké. Bram Tanis van de Goede 37 en we varen mee met vlaggingsdag. Daar zijn we best trots op. Het is echt de promotiedag voor de visserij. Waarvoor is vlaggetjesdag eigenlijk? Ja, dat is echt voor de promotie, om de vissers een beetje op de kaart te zetten. Er zijn helaas nog maar weinig schepen over. Nu zijn er nog 25, maar vroeger was dat 50 en 60. Maar die zijn helaas allemaal verdwenen en nu gaat het op een moment weer stukken beter met het elektrisch vissen. Dames en heren, zo eindigt de Vlaggetjesdag. Wat een fantastisch feest was vandaag. Met een schitterend symposium deze morgen. Met hele goede sprekers. Geweldig, heerlijk waren. Niets dan lof gehad en de weergoden die ons zeer gunstig gezind waren. Geweldig. En dan eindig je met je eigen gezin zo heel gezellig met een biertje bij Brammetje, zoals dat heet. Oftewel Bram Redert, die ons gewoon heerlijk dat biertje verstrekt. Met mijn kleinzoon, heel erg leuk. Een fantastisch feest hebben we gehad.